Gordon koestert nog altijd wrok jegens zijn voormalige topperscollega's Gerard Joling en René Vroeger. Gordon maakte 6 jaar deel uit van de toppers, de eerste 3, 4 jaar van de toppers waren fenomenaal. Dat gevoel van waardering en applaus, dat mis ik nog wel heel erg. Maar dat kan nog komen, zeg nooit nooit, nieuwe samenstelling. De toppers zijn ook over de datum, het wordt tijd voor een nieuwe samenstelling. Ik zat te denken aan Tino Martin, André Hazes en Gordon, dat is toch hartstikke leuk, dan hebben we een Vroeger lookalike die wel kan zingen. Dat is gemeen, maar laat het er maar wel in, en André Hazes is superleuk. Die is ook heel goed met oudjes, met Bridget bijvoorbeeld, dus dan hebben we een raakvlak. Hoewel Gordon in 2016 stopte met zingen, bleek dit geen definitief einde te zijn. Ik ga over een paar weken de studio in, zegt de entertainer, die vorig jaar stappen ondernam om van zijn drugsverslaving af te komen. Ik heb in de afkikkliniek 7 nieuwe liedjes geschreven, het album gaat De Heling heten en is een prachtige ode aan het leven na de verslaving. Van nature ben ik een zanger, ik mis de muziek ook, ik schrijf weer mooie liedjes en koester mijn stem weer. Eigenlijk is dat de basis van al het succes geweest.